Nee, ja, eigenlijk hartstikke onnodig. In de eerste helft was de bezetting op het middenveld niet goed, waarin we een aantal kansen gehad hebben. Dat had meer te maken met ons dan met hun. Als dat wij in aanval waren, alles op het middenveld is weg waren. Dus we kwamen ze een aantal keer in de counter kwamen ze er goed uit. Wat daar scoren ze uiteindelijk ook een goal tegen balverlies van ons op het middenveld en wordt 0-1. Ja, daarna, ik denk in de tweede helft, hebben we het veel beter gedaan. In arbeid, in intensiteit, in alles. Ja, we geven uiteindelijk maar één kans weg. En dat is gelijk de 0-2. Ja, en het enige waar je de jongens kunt verwijten is dat we in de eindfase niet goed genoeg waren voor de goal. Of de bal was net te laat of te vroeg. Of geen goede bezetting voor de goal. Of verkeerde keuzes het laatst. Ja, dat is eigenlijk het enige, want we hebben een aantal kansen gehad, bal op de paal. We hebben een aantal mogelijkheden gehad om kansen te creëren. Nou, meer dan. Maar ja, het was voor de goal eigenlijk onvoldoende. Ondanks dat we best veel gecreëerd hebben. Maar alleen, ja, het was vandaag, dat was jammer. Dat is het enige wat ik op aan kan merken en de manier waarop ze het gedaan hebben. Ja, dus heel tevreden. En een prima wedstrijd voor deze jongens, Heerenveen. Natuurlijk ook een aantal jongens van de eerste helft al erop staan. Nou ja, daar zijn deze wedstrijden dan heel nuttig voor. Komt dan ook het slotoffensief een beetje te laat? Je gaat op een gegeven moment met Kazim en Immers in de spits spelen. Komt dat slotoffensief te laat? Nee, dat komt niet te laat. Want ik zet Lex erbij op het moment dat we 0-2 maken. En daarvoor hebben we een aantal kansen gecreëerd. Of mogelijkheden tot kansen. En... ja, ik heb in het tweede helft eigenlijk zitten wachten tot wij de 1-1 zouden maken. En, dus ik dacht van, nou ja, dan hoef je het niet te gaan forceren. Ja, dan wordt het 0-2. Ja, goed, dan moet je wel wat. Dus toen heb ik inderdaad Lex erbij gezet en Kelvin doorgeschoven naar het middenveld. En dan achterin 1-1. Ja, nou goed, het heeft niet echt het gewenste resultaat opgeleverd. Lex Immers is een van de spelers die hier zijn minuten moet maken. Hoe vind jij dat hij het invult? Nou, prima. Ik heb niks aan te merken op Lex. En, maar dat geldt voor iedereen die bij mij speelt. En dat is niet alleen nu, maar dat is alle andere weken ook zo. Die jongens die geven gewoon alles wat ze hebben. En ook al is het altijd niet even goed, maar dat maakt me geen reet uit. Want ik kan niet eisen van ze dat ze goed spelen. Ik kan wel vragen of ze het alles aan doen om zo goed mogelijk te spelen. Nou, en dat doen ze. Ja, dat dingen niet lukken af en toe, ja, dat hoort nou eenmaal bij het voetbal. Maar, ik ben zeg maar, niet alleen over Lex, maar ook ja, alle andere jongens die spelen. De manier waarop, nooit geen klagen of dat ze niet op het veld niet laten zien dat ze het niet leuk vinden. Echt helemaal niet. Dus voor deze jongens allemaal een groot compliment. Je zegt, ik ben tevreden over Lex Immers. Ik vind hem normaal een speler die veel aan het coachen is. Veel met de andere spelers bezig is. Ik vond hem vanavond redelijk stil. En als hij wat zei, was het iets frustrerends. Nou, daar heb je niet alles gehoord. Want ik hoorde hem ook jongens in het veld coachen. En nou ja, goed. Kijk, die jongens willen ook, het zijn allemaal sportmannen, willen uiteindelijk ook gewoon winnen. Nou, en als je dan zo'n wedstrijd speelt en je staat 0-1 achter en je komt 0-2 achter. Ja, dan... ja, snap ik wel dat je ergens een spoortje van frustratie ziet, maar dat heeft meer te maken met dat het niet zo loopt als dat je hoopt dan wat anders. Verwacht je niet meer van jongens als Immers en Toornstra die dan toch net de ploeg bij de hand nemen en dat laatste zetje geven, waardoor er wel iets geforceerd kan worden? Ja, maar daar zit het hem wat mij betreft helemaal niet in. Ik denk dat deze jongens het maximale geven. En dat uiteindelijk de eindpas, de laatste pas voor de goal of de laatste actie mislukt. Ja, soms heb je dat in de wedstrijd, maar dat heeft niks te maken dat ik meer van ze verwacht. Dit is nou eenmaal voetbal. En voetbal, daar zit dit soort dingen zit in opgesloten. En natuurlijk zeg je van ja, Immers en Doornstra en Kazim en Bilal en Anas en je hebt er zoveel jongens die ook in het eerste kunnen spelen. En als je wat die hier vanavond brengen, ja, ik kan daar alleen maar heel complimenteus over zijn. Je hebt in het begin van het seizoen heb je Bart Nieuwkoop de verantwoordelijkheid gegeven om hem de aanvoerdersband te geven. Hij heeft uiteindelijk een stap gemaakt naar het eerste door de blessure van Karsdorp. Doe je nu een beetje hetzelfde met Kelvin Verdonk door hem verantwoordelijkheid te geven met die aanvoerdersband? Nou,
Ik vind dat jonge jongens moeten gewoon leren om ook tegen bijvoorbeeld Lex of tegen Jens te zeggen van dat ze met hun man mee moeten lopen. Weet ik veel wat. Je moet gewoon leren coachen. Of dat nou een grote speler is of dat het een jongen van de A-jeugd is. Ja, ze moeten gewoon de verantwoordelijkheid nemen. En ja, soms moet je ze daarbij helpen door een aanvoerdersband te geven. Nou, dat heb ik eerst bij Bart gedaan en nu bij Kelvin. Nou, dat gaat prima. Dat is een proces. En dat gaat niet zo van 1, 2, 3 doe ik even. Dus je gaat ze op die manier proberen die jongens daarmee te helpen.